Hi, mijn naam is Erik de Munk en je zult begrijpen dat ik deze keer een hele blije Erik de Munk ben, want nadat ik jullie al deze weken heb laten meekijken in mijn molboekje speciaal voor televisier.nl, is mijn ultieme en enige verdachte eigenlijk in al die weken, Merel Westrik, de mol gebleken. Nou ja, dat is natuurlijk leuk voor mij, leuk voor haar, maar vooral ook heel leuk voor Sarah, want die heeft uiteindelijk gewonnen. En hoe dat precies ging in de uitzending, mocht je het gemist hebben, zo. Maar ja, hoe leuk die finale aflevering ook was en hoeveel mensen er ook gekeken hebben, de meeste mensen ooit naar een Wie is de Mol finale sinds het begin, die Sarah ging er toch met een wat schralige pot vandoor. Dankzij Merel Westrik dus. En daar heeft ze heel veel risico voor genomen. Onder andere bij de laseropdracht werd duidelijk in de finale. Daar ja, heeft ze op uitmuntende wijze zoveel geld verduisterd wat ze later weer in kon zetten. Kijk maar even mee. Petje af. Ik ga nu. Zet hem op. Ja. Ik heb 150 euro. Dat moet mij niet vinden. Dus ik geef netjes alles door wat ik zie op het parcours. En dan heb ik nog wel genoeg tijd over om hier en daar misschien wat uit te halen. Oké, ik ga mijn tweede zoeken, maar ik zie hem wel, maar die laser beweegt. Merel! Rustig aan. Zet je nog goed in je tijd? 4 minuten. Ja. Nog een bijzonder moment uit de finale aflevering vond ik de terugblik op de tuk-tuk opdracht. Waarin je heel duidelijk ziet hoe goed Merel eigenlijk bezig was. Want voor de ogen van haar bondjesmaat, haar compaan, Jamie, haar alles eigenlijk. Ja, is ze gewoon met dat geld aan het klooien in dat dingetje, in dat karretje. En dat doet ze echt zo goed en zo strak. Kijk mee. Kijk maar of je bij de kerk omhoog moet. Of dat de goede straat daar? Nee, links is de kerk. Want dit is Kanye. Kanye 6? Jamie werd heel ongeduldig, maar die wist natuurlijk niet dat ik nog even bezig was met mijn administratie. Dus die 500 euro gaat eruit en dan lijkt de 50 euro voor de pot me wel meer dan genoeg. Ben je klaar voor? En zo breng ik in ronde 1 250 euro binnen voor de pot. En in ronde 2 verlies ik 50 euro. 50 euro. Viert kandidaat, maar een betere mol. Heeft toch 800 euro uit de pot weten te houden. En ondanks dat ze haar collega's van het RTL Nieuws maandenlang heeft voorgelogen en dat ze ook nog eens duizenden euro's uit de pot heeft laten verdwijnen, bleek ook maar weer dat Merel Westrik een hele grote mond heeft, maar toch ook vooral een klein hartje heeft. Want aan het einde van de uitzending had ze gewoon een cadeautje voor iedereen. Ze had bij elke executieplek een blaadje verzameld. Die had ze ingelijst en gaf ze aan haar medekandidaten mee. Super lief. Ik heb ongelooflijk van jullie genoten. En ik hou heel erg van de natuur. En ik heb op alle executieplekken gedurende jullie afleveringen heb ik een bloem of een blad meegenomen en gedroogd het afgelopen half jaar. En dat meegenomen als aandenking aan jullie executies. Jamie, ik heb met jou het meest goed te maken. Hij valt nu een beetje buiten zijn lijstje, maar deze is voor jou. Ik heb er voor jullie allemaal. Dank je wel. Van jullie eigen executies. Ja. Toch met een goed gevoel. En met het lieve gebaar van Merel kwam er een einde aan Wie is de Mol 2019. Nou ja, en zit het er voor mij dus ook op. Ik vond het een eer en ik vond het fantastisch om jullie week na week ja, toch een beetje mee te laten kijken in mijn hoofd. En een beetje duidelijk te maken hoe ik naar Wie is de Mol keek en wat mijn verdenkingen waren. Die dus bleken te kloppen. Merel is de Mol, ik zeg het nog één keertje. Hopelijk zie ik jullie volgend jaar weer terug. Ik vond het fantastisch. Wil je in de tussentijd je abonneren op dit kanaal van Televisier, dan kan dat hier ergens in de buurt. En de finale van Wie is de Mol kan je uiteraard nog steeds terugkijken op wieisdemol.nl. Ik vond het dus hartstikke leuk. Heel graag. Tot ziens. Hoi.